Een hele goede morgen, jongens. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Wij zijn voor ons doen vrij vroeg het bed uit. Elin kwam om 8 uur om te eten vanmorgen. En normaal... Hoe kan dat nou? Laat ik haar dan drinken en dan leg ik haar weer terug. Maar vanmorgen moest ze eruit. Dus het was zo'n goede timing dat ze precies om 8 uur kwam. Want we gaan even naar de huisarts. Niet voor iets ergs. Maar Elin die heeft een bultje op haar pink. En we dachten eerst dat dat een muggenbult was van Bonaire. Maar hij zit er nu nog steeds. En het is best wel een raar bultje. En er zit er nu nog één naast. Er is één bijgekomen. En ik kom er niet uit wat het is. Dus dat kan ik niet hebben. Dat moeten we even laten checken. Dus dat gaan wij nu doen. Dus we gaan nu even snel naar de huisarts. En dan kan de week beginnen. Nou, het bultje zou niks moeten zijn waar we ons zorgen over hoeven te maken. Dus we gaan het gewoon even afwachten. Ze heeft er geen last van, dat scheelt. Ik zal het eens laten zien. Misschien weet een van jullie, herkent een van jullie het. Zie je dat? Nou ja, hè? Het is een vrij uniek moment, deze lunch op de maandag. Want op dinsdag. Dinsdag. Maar ik ben pas vandaag begonnen met vloggen, dus ik ben even in de war. Maar op de dinsdag. Wij proberen een keer een andere soep dan normaal. Wij zijn altijd erg goed in, als iets lekker is, dan blijven we daarbij. We hebben een keer wat anders. We hebben zoete aardappelsoep. Met spekjes. Als dat is, dan horen jullie het wel. Moet je van zoete aardappel houden? Het smaakt meer naar wortel. Ah, het is wel lekker. Gisteren werd ons huis op Funda, op de Instagram en op de Facebookpagina gedeeld. Omdat het meest bekeken huis is van de week. Volgens mij, op hoeveel weergaven zit dat huis nu? 100.000 of zo? 100.000 weergaven en een normaal huis. En zij is hier, wordt ongeveer 10.000 keer bekeken. Nou, we snappen allemaal wel waarom natuurlijk. Dus dan wordt je huis of je Funda pagina wordt uitgelicht op Facebook en op Instagram. En er reageren natuurlijk allemaal mensen onder die mij niet per se kennen of die mij wel kennen, maar die een mening hebben over dit huis. Het kunstgras wordt niet zo gewaardeerd. Nou, kan ik me ergens in vinden. Daar moet je fan van zijn. Maar er zitten er ook van die Jolanda's tussen. En ik zeg nu even Jolanda, omdat er net een Jolanda was die reageerde. Maar die dan zeggen, wat een kil en koud interieur. Snel met de bohemian stijl er doorheen. En dan kan het misschien nog wat worden. Dat soort reacties dat ik echt denk, oh my god. Of mensen die zeggen, je hoeft hier niet te wonen. Nee, of mensen die zeggen, wat een verschrikkelijke stijl. Dan denk ik, ja maar, iedereen heeft toch een andere smaak? Ja. Het is zo ironisch hoe mensen... Ik zei ook tegen Lars, dat vind ik echt het jammer van het internet. En dat valt dan in mijn volgersgroep echt nog wel mee. Is overwegend positief. Ik denk dat 98% van de reacties die ik krijg of lees, die zijn positief. Maar over het algemeen, zeker op Facebook, is het gewoon dat... Ik denk wel 90% van de dingen die je leest is gewoon negatief. Mensen lopen altijd te vloeken op elkaar. Dat is echt verschrikkelijk. Maar goed, hoort erbij. Jij lekker boze aan? Mensen. Ja, echt boze mensen. Holy. Niet normaal. Dit zit lekker de broodje weg te hummelen. Helemaal goed. Elin is zo gek op brood. Vindt ze zo lekker. Ja. We geven dan van die grote stukken. Zodat ze lekker kan sabbelen. En niet boos zijn. Oh wee. Als jullie allemaal gaan lopen zeuren wat wij brood geven. Nee hoor, dat mag gewoon. Pak jullie. Dat mag gewoon. Jij mag gewoon een lekker broodje, lieverd. Lekker hè? Hier, pak deze. Die is groter. Goor wordt dat brood. Helemaal mat en klef. Ze zuigt er ook op alsof ze gewoon melk krijgt. Ik beantwoordde laatst ook al een vraag op Instagram. Maar qua ritme van Elin ja, gaan we gewoon heel erg mee in wat zij aangeeft. Dus normaal ligt ze rond 9:30, 10:00, soms 10:30 op bed. Een beetje afhankelijk hoe laat ze ook de laatste slaapje heeft gehad. Maar goed, vanmiddag of vanavond viel ze niet echt in slaap beneden bij mij. Dus het is nu 8:30 en ze ligt al op bed. En dat heb ik niet zo vaak. Normaal duurt dat veel langer. Dus ik heb een lekker avond voor mezelf. Ik weet niet hoe lang ze dit gaat volhouden. En ik denk wel dat ik er, als Lars thuis komt van zijn werk, dat is om 11:30. Dat ik er dan nog even wakker maak om te eten. Anders ben ik bang dat ze morgen wel erg vroeg wakker is. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. 8:30, keurige tijd. En het is ook natuurlijk ook wel een beetje het idee dat we wat meer ernaartoe gaan dat zij wat vroeger naar bed gaat. Maar ja, weet je, go with the flow, weet je wel. Nou heb ik voor kerst deze krultang gekregen en ik moet morgenochtend mijn haar wassen. Dus ik dacht, dit is het moment om dit een keer te testen. Dat is zo'n wafel krultang. Ik denk dat dat zo heet.
Want als het lelijk is, dan is het er morgen toch uit. Even kijken. On. Oké, okay, daar kan 2-10. Ik ben heel benieuwd, jongens. Ik dacht, dat vinden jullie vast leuk om te zien. Ik weet niet waar die vandaan komt. Five is het merk. Trouwens, ik weet helemaal niet of ik dat al aan jullie heb verteld. Volgende week zijn de bezichtigingen van het huis. Precies over een week, maandag en dinsdag. We hadden 2 dagen uitgekozen om te bezichtigen. Weet je, we dachten, we proberen gewoon de mensen in die dagen te plannen. En als er dan gewoon te weinig mensen komen op bezichtiging, kunnen we altijd er nog voor kiezen om meer dagen te doen. Maar dan hoeven we maar 2 dagen het huis netjes te houden. En dan kunnen we ook gewoon heel veel spullen eruit doen en zo. Dat vertel ik volgende week over dat allemaal gaan doen. Nou zijn de 2 dagen met bezichtigingen vol. Er zijn 21 bezichtigingen gepland. Oh, 21. Oeh, het ruikt heel erg naar nieuw plastic. 21 bezichtigingen. Niet normaal. Ik ben helemaal flabbergasted. Ik vind het zo bizar. 21 mensen naar ons huis. En er was ook nog een hele wachtlijst aan mensen. Dus. Ik vind het echt bizar dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in ons huis. Bizar. Ik snap het. Ik vind het ook een mooi huis. Maar ik voel me wel gevleid of zo. Zou dit in 1 keer gaan? Ik weet niet zo goed hoeveel ik moet pakken. En nu? Ik snap het niet. Volgens mij moet je hem ook zo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ja, maar waar moet ik hem alweer neerzetten? Nou, dit doet niks. Ik snap het gewoon niet zo goed. Als dit werkt, is het wel chill. Want volgens mij ben je hier heel snel mee klaar. Het lijkt me niet dat dit het final resultaat is, toch? Moet ik dan toch een grotere pluk pakken of zo? Kan iemand me uitleggen in de reacties hoe dit ding werkt? Nou, er zit wel iets in. Ik kan me niet voorstellen dat dit het is. Dus, wat doe ik verkeerd? Kan iemand me dat laten weten? Nou, ik ga in bad. Oké, mijn werkrol, dit krijg ik er niet in. Maar misschien komt het wel omdat mijn haar gewoon extreem statisch is. Moet ik dit even een keer proberen als ik mijn haar zeg maar nat heb gemaakt, gefeund heb en dan. Misschien dat het dan beter gaat. Hoop het. Het zou leuk zijn. Ik denk wel dat het leuk is. Maar ja, voor nu is het gewoon een soort van ontplofte bende. Missie vroeg naar bed. Gefaald. Nou, een uurtje geslapen. Even knuffelen en dan gaan we weer, El. Een meisje. Hallo, lieverd. Dit is echt typisch ons kind. Ik heb er nog even eten gegeven. Ik heb zo'n knuffel aangezet met zo'n hartslag. Nou, ik dacht ik ga even proberen of ze in slaap valt. Maar na 5 minuten huilen, nog steeds niet. Dus ik ga terug, ligt ze hier, terwijl ik in slaap probeer te aaien. Ze ligt alleen maar, hey, gezellig, hi. En dat bedoel ik met het ritme van je kind aanhouden. Ik kan deze wel proberen te laten krijgen, maar ain't gonna happen. Nee. Ga je nog even mee naar beneden dan? Ga je mee naar beneden? Ga je mee met mama? Ja, dat dacht ik. Een hele goede morgen, jongens. Het is donderdagochtend en wij zitten in de auto. We hebben net even dat bedje wat de verkeerde maat was. Dat ledekantje van Elin terugbracht naar de winkel. Dus de auto is eindelijk weer leeg. Na 2 weken denk ik dat het erin heeft gelegen. Want we gingen eerst die foto's maken voor het huis. Dus toen moest het. En toen dacht Lars, ja, ik laat wel in de auto liggen. We komen toch wel in Amsterdam. Nou, dat duurde heel lang. Maar we zijn nu onderweg naar Amsterdam. Want het is een dag waar ik echt onwijs naar uit heb gekeken. Jij ook al, toch? Heel erg. Oh. Zoveel zin in. We lopen zoveel dingen. Alles is leuk. Maar dit is even omtrent het nieuwe huis. Want we gaan vandaag naar de architecten. De jongens Martijn, ze heten toevallig allebei Martijn. Die hebben voor onze eerste tekeningen klaar. En de eerste ideeën. En ik hoop dat ik misschien al het een en ander kan laten zien. Je hebt natuurlijk nog geen idee hoe het huis er nu uitziet. En dat kan ik ook nog niet
laat zien, omdat het dus nog niet van ons is. En omdat ik die vrouw die er nu nog woont ook een beetje privacy gun. Maar het wordt heel mooi. Ik weet het zeker. Het wordt leuk. We gaan kijken. Vandaag krijgen we de plattegrond of zo indeling. Ja. Dus we gaan vandaag echt kijken van wat moet de final indeling worden. Ja, wat is praktisch. Wat is praktisch. Hoe kunnen we alle plannen verwezenlijken? En dan tegen de tijd dat dat rond is, dan gaan ze zo'n 3D render maken. Dat je daar echt doorheen kan lopen en zo. Dus dat zal de volgende keer zijn. Oh jongens, we zijn weer thuis. Het was een flinke meeting. We hebben er aardig wat uurtjes doorgebracht. En we hebben aardig wat huiswerk meegekregen. Wat doe jij nou? Met je SG? En hoe lig jij ineens? Maar goed, we hebben dus veel huiswerk meegekregen. We moeten over heel veel dingen na gaan denken. Maar we zijn ook tot heel veel leuke nieuwe inzichten gekomen. Dus het is echt onwijs leuk. En Lars is een beetje overspannen ervan. Het is echt heel veel om over na te denken. Ik ga heel even kijken of ik je op een subtiele manier het een en ander kan laten zien. Ah, klein schapje. Klein schapje, wat doe je hier in de wijn? Mama is liefje. Zo'n knuffel komt deze. Zo lekker. Zo lekker. Mijn kleine knuffel komt je. Mama, het kussenpak kan je naast mama liggen. Oké. We hebben vier versies gekregen met tekeningen. En het adres staat overal op, dus we moeten een beetje voorzichtig zijn met wat ik laat zien. Maar ik ga je eventjes van alle versies een beetje bij elkaar geraapt laten zien wat het beste idee is. Oké, het huidige huis is tot hier. Dit is de achterbui. En dit gaan we aanbouwen. Dus dit wordt helemaal aanbouw. En dit is nu de schuur. En daar hadden we eerst in eerste instantie het idee om aan de voorkant schuur te maken. En aan de achterkant kantoor. Want we werken natuurlijk thuis. Dus we vinden het wel lekker als we zo meteen een kantoor hebben. Maar toen kwamen de jongens met het idee om het volgende te doen. Om de fietsenstalling ergens anders te maken. En om hier een soort van gastenverblijf van te maken. De indeling wordt wel iets anders. Maar het idee is wel super. En het grote voordeel daarvan is dan dat we in dat gastenverblijf, waar we dan uiteindelijk gewoon wel gaan werken, maar waar we dus wel faciliteiten maken. Een toilet en een douche en een slaapgedeelte. Zodat je er eventueel ooit weer een gastenverblijf van kan maken. Maar in de tijd dat we aan het verbouwen zijn en het huis nog niet af is, kunnen we daar gaan wonen. Dus gaan we eerst bij mijn ouders wonen een tijdje. Gaan we dat gastenverblijf zo snel mogelijk aan kant maken. Dan kunnen we daar gaan wonen. Ja, en dan hebben we toch een beetje ons mini-eigen huisje. Een soort tiny house. Dus dat, ik ben heel enthousiast over dat idee. Vind ik heel leuk. Voor de rest zitten wij gewoon constant alleen maar met elkaar. Ja, maar wat denk je hiervan dan? En wat denk je hiervan? En de Pinterest en dat soort dingen. Dus we hebben het er net in de auto even over gehad. Maar we gaan nu nog even lekker door brainstormen. Het is gewoon ook heel leuk om mee bezig te zijn. Zo leuk! Zo mooi huizen wordt het! Hoe? Hi jongens, het is vrijdagochtend. En hoe ik klink, zo voel ik me ook. Ik heb het nog niet met jullie gedeeld, maar ik heb dinsdagavond een kleine mental breakdown gehad. Ik was ervan overtuigd dat het even klaar was qua werk en dat ik even moest stoppen. Maar twee dagen later ging het wel weer. En hadden we leuke dingen te doen, zoals die architect. En daar had ik zin in, dus dat ben ik gewoon gaan doen en dat heb ik jullie ook laten zien. Maar het feit is wel nog steeds dat ik gewoon niet zo goed in mijn vel zit. En het meest frustrerende situatie vind ik dat ik echt een onwijs leuk kind heb en dat het daar dus echt totaal niet aan ligt. Maar goed, dat is geen garantie, blijkbaar. Soms voel je je gewoon even kut, dat kan gebeuren. Nou, we hadden om 11 uur een afspraak met de makelaar om even de plannen campagne door te nemen. Voor de bezichtigingen maandag en dinsdag. En toen wou ik eigenlijk daarna naar bed. Maar toen zei Lars, helpt dat? En toen zei ik, nee, waarschijnlijk ook niet. Oh ja, en Elin die was ook heel erg verkouden vannacht. Heel erg aan het hoesten. Voor het eerst eigenlijk sinds ze geboren is. Dus ik had sowieso niet zoveel geslapen. Want ik legde er iedere keer even aan de borst om te drinken. Ja, dat kan Lars natuurlijk niet. Dus toen vanmorgen heeft Lars er wel nog even
twee uurtjes naar beneden meegenomen. Toen heb ik nog even geslapen, maar ik ben gewoon ook moe. Ik ben gewoon een beetje... Ik zit gewoon een beetje in een soort winterdipje. Maar goed, toen wilde ik dus weer naar bed gaan. En toen zei Lars, nee, ik weet wat jij gaat doen. Hier heb je geld. Je gaat nu naar de massagesalon. Ga maar eens even lekker ontspannen. En toen dacht ik, oké. Ik heb er echt totaal geen zin in. Maar hij liet me ook niet echt stilzitten. Dus nou moet ik. Wat erg, je man stuurt je naar de massagesalon. Dus ik wandel daar nu naartoe. Laatste keer dat ik daar was, liet ik mijn voeten masseren. In de hoop dat het de bevalling op zou wekken. Toen was ik jarig en toen was het echt 30 graden. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen dan? Ben ik dat maar gaan doen. Goed, nu ben ik niet jarig, maar ik ga wel masseren. Op aanraden van mijn man. Ik hoop dat ik er zo helemaal zen uitkom. En dan dat ik er weer tegenaan kan. Dat zou leuk zijn. Nou jongens, als haar boren. Met deze hier. Ik vond het heftig, maar goed. Jij mag niet opvillen. Ik ben als er geboren een soort van. Het was wel heftig dit keer. Ik film een beetje raar, mijn kind wil per se in beeld. Helemaal buiten adem meteen. Weet je nog dat ik vorige week het bad liet zien? Toen ik vertelde hoe Elin en mijn badroutine was. En dat er van die vegen in zitten. En toen zei mama, laat mij dat eens proberen op te lossen. Ik heb daar wel wat voor. En dat gaat gewoon weg. Yes! Nou, niet te hard... Niet hard juichen. Juichen, maar je kan het nog uitknippen, toch? Ja. Ik denk hè, dat we het zo eventjes moeten laten. En dan... Gewoon een paar minuten laten trekken? Ja. Het ziet er wel heel goor uit nu. Ja, hè? En ja. Het bijt ook een beetje aan mijn handen. Maar... Oh, doe maar snel wassen dan. Hier, zet die op. Zo jongens, over catfish gesproken. Hallo. Even een ander beeld dan vanmorgen. We hebben vanavond een feestje. De top 40 awards van Q-Music die worden uitgereikt. En daar zijn we voor uitgenodigd. En ik ga iets doen tegen alle gevoelens in. Maar ik ga met Lars in Rotterdam slapen. Het is in Ahoy. Kun en Is gaan hier oppassen. En die slapen ook met Elin. Ik heb heel lang getwijfeld. Ik heb tot het allerlaatste moment uitgesteld om een hotel te boeken. Maar ik heb net toch geboekt. Omdat Lars zei, ja, het is gewoon goed voor je om er even uit te zijn. En daar ben ik het mee eens. Maar ik had even iemand anders nodig die me dat ging vertellen. Dus we gaan er even lekker op uit met z'n tweeën. En ik kijk aan de ene kant heel erg naar uit. En aan de andere kant vind ik het ook moeilijk. Maar goed. Ik probeer me er een beetje in over te geven. Want hoe harder ik blijf roepen dat ik het moeilijk vind. Hoe moeilijker ik het voor mezelf ook blijf houden. Dus we gaan vanavond lekker een avondje uit met z'n tweeën. En ik heb er zin in. Quinn en Is komen zo eten. We gaan even Grieks eten. Ik heb net besteld. Ik had erg geen zin om te koken. En dan gaan we ervoor. Die massage trouwens was... Ze was vrij pittig en ik kan niet zoveel hebben qua pijn, dus ik vond het vrij heftig. Maar ik heb wel het idee dat ik wat losser ben, dus hopelijk doet het iets. Mijn outfit ben ik ook nog niet helemaal over uit. Ik heb dit shirt aan, hallo, stel scherp, ja. Hij is natuurlijk wel een beetje citroen, maar ja, het is wel leuk, maar het is ook wel een beetje saai. En ik word veel te dun voor al mijn broeken, dus overal past, nou... Nog een D in ongeveer. Matig. Matig. Maar ja, ik weet ook niet wat ik anders aan moet. Dus mocht ik nog veranderen, dan zie je het wel. We hebben een hotelletje en we hebben een upgrade gekregen naar een suite. Ratata. Wat lief. 1022. 21-22, daar. 22 is suite. Hier is het pasje. De la paz. Kan er een lampje in? Nee. Ja, ik was wel op 30 graden, dat is lekker. Binnen je mooi om 30 graden. Nee. Mooi. Nou, schat, dat is een goed nachtje weg, hè? Leuk hoor. Voor 120 euro's. Met uitzicht op de stad. Nou, we gaan snel. Heb jij uitzicht op de stad? Uitzicht op de stad. Ik ben even kwijt. Superster. Bah. Dit is Isa. Isa wilde even de vlog overnemen. Want we zijn aan het oppassen op Ellie. En Lars en Dee zijn naar een feestje.
Dus die hebben het leuk. En Ellie was net lekker aan het slapen met Muis. Kijk. Maar ze is nog steeds aan het chillen. En Ellie werd even wakker, want die was een beetje aan het hoesten. En we zijn ondertussen iets kijken dat je niet mag lachen. Best leuk. Best leuk. Prima. Ik heb nog niet heel veel gelachen. Nee, ik ook niet. Nee, valt mee. Jij ook? En Ellie is redelijk geïnteresseerd in Isa. Oh, hey, mag niet kijken. Je bent een crimineel zo. Kijk. Nee, dus wij hebben het hartstikke leuk. En is ook wel lang geleden, toch? Dat we dit hebben gedaan. En als het goed is, moeten we ook slapen hier. Dus dat is al helemaal spannend. Nou ja, spannend. Dat is ook de eerste keer dat we met Ellie gaan slapen. Dus dat is leuk. Dus we zijn wel lekker in Deen en Lars in huis. Dus we slapen ook gewoon hier. We hoeven niet alles mee te nemen. Geen gedoe. Dus dat is lekker makkelijk. En dan hopelijk hebben mama en papa even een lekker avondje met z'n tweeën. En ze gaan ook lekker met z'n tweeën slapen. Dus ja, dat gebeurt ook niet vaak meer. En jij bent met ons. Ik probeerde heel even een mask te creëren. Maar dat is nog best aardig lastig. En om eerlijk te zijn, als D dit gaat editen, heeft ze daar echt geen zin in. Maar voor de rest vinden jullie je wel lief. Kijk, twee keer Elin en Isa. Hey. Goedemorgen Lars. Heb je lekker geslapen? Hoi schat. Mijn hersenen echt. Lars is dood. Ik ben zo krokant hè. Krokant, gor. Goedemorgen jongens. Rise and shiny, met kolf, want dat is nodig. We hebben denk ik 4 uur geslapen. Ik kon nog even niet meer praten. Nee, jij kon niet meer praten, nee. Ik vond het heel gezellig. We hebben nog even gezellig met wat mensen erna gezeten, dat was echt super. Mijn eerste nacht zonder Elin. Goed gedaan, Deetje. Schat, ik zit heel plat. Niet voor mij, maar allebei zonder Elin, hè. Ik heb zonder, eenmaal zonder al een keer gedaan. Ik heb niet gehuild. Nee, ik heb het gezellig gehad. Ik heb goede afleiding gehad. Maar het is nu 9:15 en ik wil heel graag heel snel naar huis. Dus let's go. Even een ontbijtje scoren uit de automaat. Zeker wel. En dan gaan we heel snel naar huis. Heb ik heel veel zin in. Let's go. Schat, ik heb zonpijn in mijn hersenen, hè? Ja, maar jij bent ook een oude man. Je kan er helemaal niet tegen. Wauw, ik ga even kijken hoe het stopt. Ja. Een hele goede morgen jongens. Het is zondagochtend en het is één grote ongeorganiseerde bende hier. Maar er komt structuur in. Want morgen zijn de bezichtigingen van ons huis. En ja, daar moeten we wel het een en ander voor opruimen en schoonmaken en weet ik het allemaal. Dus ik ben nu dit aan het opruimen en mijn schoonouders zijn aan het helpen met soppen en weet ik het allemaal. Dus... we komen er wel. Ik ben wel heel blij, had ik slim bedacht. Ik dacht, we doen de bezichtiging op maandag en dinsdag. Dan kunnen we op zondag alles klaarmaken. En dan gaan wij gewoon bij mijn ouders slapen. En dan blijft het hier allemaal mooi netjes. Allemaal heel gestructureerd. En ja, dan hebben we volgens mij het snelst op die manier alles gefixt. Het zal wel goed komen. Als het zo helemaal klaar is, dan geef ik je even een rondje... krijg je ook een soort rondleiding door ons huis. Nou jongens, het is ondertussen 6 uur. De baby is overstuur. We hebben honger. Maar het huis is af. Heb jij de sleutel? Ja, ik moet nog even wat doen. Okay. Ja. Moet je op slot mee? Nee. En dus die rondleiding houden jullie voor mij te goed. Want ik moet echt gaan lopen met deze baby. Die is doodop. En die valt even een beetje in gelukkige slaap. Dus ik ga lopen naar mijn ouders. Maar goed, het hele huis is gewoon tiptop in orde. Het is bijna zonde dat je weggaat als je het zo netjes maakt. Maar goed, hè? Hoort erbij, beter verkopen. Volgende week dus, voordat de mensen komen kijken, zal ik het even laten zien hoe het er helemaal op en top uitziet. Want ik wil wel een beetje waar voor mijn werk. En voor het werk van mijn schoonouders en van Lars. Wij gaan nu dus naar mijn ouders. Daar gaan we niet alleen eten, maar gaan we ook slapen. Tot en met dinsdag. Want tot en met dinsdag zijn de bezichtigingen. En we dachten, ja weet je, we kunnen dan wel thuis gaan zitten. Maar dan moet je iedere keer weer alles achter je kont opruimen. En dan blijf je bezig. En zeker met een baby is dat gewoon best heftig. Dus we gaan... we hebben een feestje. We gaan even bij papa en mam logeren. Gewoon weer op mijn open kamertje.
Schat. Zullen we gewoon nu al hier komen wonen? Want hier kan ik wel aan wennen. Zo voelt het wel een beetje. Dit voelt een beetje de eerste nacht weer. Kom, ja. Kom. We hebben net al gedoucht op onze oude kamer. Zo gek. Ja. Maar ja, nee, hier kan ik wel... Jongens, ik heb nog niet mijn ijs gemaakt. Hè? Dat kan ook nou. Deel één plusje. Ik had één. Ik had... Ga jij ijs maken of is het dan weer hetzelfde dat Niek het gaat maken? Ja, ik denk het wel. Dat wil ze. Niek, we gaan ijs maken zo. Met de oma's ijsmachine. Neus, Nikkie. Dat duurt echt anderhalf uur. Nee, dat duurt 45 minuten. Je moet alleen maar even... Je moet alleen... We moeten alleen even... Wij gaan zo ijs maken. En wel slagroomijs, niet met stukjes. Oké. Nou gaan wij natuurlijk logeren, maar dat betekent dat Muis ook komt logeren. En het is zo grappig als hij hier is. Kijk hem nou liggen. Ja, ik had het er even over. Als wij hier natuurlijk gaan wonen in de tijd dat we gaan verbouwen, dan moet hij ook mee. Maar toen zei ik wel van, mogen we hem dan iets langer hier houden? Want ja, hij kan niet in die bouwval leven. En dan gaat hij zo in, dan weet ik het wel, weer zit hij in het cement en zo. Dat wordt helemaal niks. Maar toen zei mama wel dat ik hem dan niet meer terug mocht. Deal. Ja. Bij. Lars, dat is niet de juiste antwoord. Nee, helemaal niet. Hij is hartstikke leuk. Maar ik vind het gewoon zo leuk. Iedereen zit hier aan tafel en hij zit dan ook zo op een stoel. IJs is aan het draaien. Volgens mij wordt het lekker. Ja, zo eruit, hè? Stiekem jatten. Oh, pas nou op bij die kaarsen. Gek. Nou, daar is hij dan, het zelfgemaakte ijs. Goed gekeurd? Heel lekker. Nou, je bent niet scherp, maar iedereen gelooft je wel. Super. Nice. Ja.